Het is maandag 26 mei. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Vestia en oud-toplieden strijden voor de rechter. Bakkerij in Heerjansdam verwoest door brand. En Dordrecht stoomde er weer op los dit weekend. Alvast kort het weer van morgen door onze weerman Ed Aldus. Dinsdag is een bewolkte dag. Nou, af en toe valt er regen of een aantal buien. Ja, dat betekent wel dat het weerbeeld van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Temperaturen zijn 18 à 19 graden. En de zwakke tot matige oostenwind die draait in de loop van de dag naar het westen. Nou, zometeen kom ik graag bij u terug. Voormalig Vestia-topman Erik Staal is niet van plan 3,5 miljoen euro terug te betalen aan de woningcorporatie. Dat bleek vandaag opnieuw tijdens een van de laatste zittingsdagen van de zaak die Vestia aanspande tegen Staal. Vestia kwam in de problemen nadat er was geïnvesteerd in riskante financiële producten, zogeheten derivaten. Oud-topman Erik Staal was eindverantwoordelijk voor het wanbeleid van zijn financiële manager. Staal stapte kort na het uitbreken van het schandaal op. Hij kreeg bij zijn vertrek een geldbedrag van 3,5 miljoen euro mee. De nieuwe leiding van Vestia wil dat geld terug hebben. En bij de rechtbank staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, waarom wil Vestia dat geld eigenlijk terug hebben van Staal? Vestia zegt, we hebben hele grote gevolgen ondervonden van deze hele zaak. Ze hebben alle producten moeten afkopen, dat heeft ze 2 miljard euro gekost. Vele honderden mensen verliezen hun baan, het huizenbestand wordt ingekrompen. Dus zegt Vestia, ja dit kan niet, we kunnen niet zo'n topman die toen aan het roer stond, dan wegsturen met nog eens 3,5 miljoen euro extra. Ja, wat vindt de topman Erik Staal hier zelf allemaal van? Ik sta al zegt, het is geen vertrekpremie, het is geen gouden handdruk. Het zijn gewoon salaris- en pensioenafspraken die we eerder gemaakt hebben. Daar komen we nu op terug. Er is goed onderhandeld, er is een goedkeuring, dus ik snap het probleem niet. Je kan dit geld niet van me afpakken. Nou, Vestia denkt er anders over. Vestia zegt, nou, wij denken dat Staal zelf die afspraken gemaakt heeft. En dat hij eigenlijk niet een volledige toestemming van de Raad van Commissarissen heeft. En dat geld, dat willen we dus terug. Ja, Jan-Roelof, dit gaat allemaal over pensioengelden, maar hoe zit het eigenlijk met de schuldvraag in deze hele zaak? Ja, eigenlijk is die zaak die nu speelt maar een heel klein beetje van die hele grote zaak. Want je wil natuurlijk weten, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie was de schuldige? Nou, dat is niet in één zaak te vangen. Ik heb even snel staan optellen, dan kom ik op 11 rechtszaken uit. Zaken die kortlopend zijn, langlopend zijn. Voordat we echt weten hoe dit nu helemaal in elkaar zit en wie de schuldig aan is, dan ben je toch, ik denk nog wel een paar maanden, misschien wel een jaar verder. Dankjewel, Jan-Roelof Visser. Een korte, felle brand heeft de laatste dorpsbakkerij van Heerjansdam in de as gelegd. Op het moment dat de brand uitbrak, was alleen de bakker aanwezig en hij heeft ook de hulpdiensten ingeschakeld. Nee, in het pand in de garage. Daar waar rook werd, en toen ben ik naar boven gelopen en toen zag ik de rook. Een heel klein brandje van een vierkante meter, nog een minder. Telefoon doorgelopen. Maar ondertussen, terwijl ik 112 aan de telefoon had, ging de brand 3-4 keer zo snel. En toen was er geen redder meer aan. Ik denk wegwezen, want alles was grijs. In een mum van tijd ontwikkelt zich de brand met veel rook en veel vlammen. Ja, heel veel rook. Het was een houten opbouw op de bakkerij. En daar bleef de brand in zitten. En als de brand erin blijft zitten, krijg je natuurlijk heel veel rookontwikkeling. De onvolledige verbranding. En dat gaat toch wel wat overlast voor de wijk. Dorpsbewoners komen kijken. Zij leven mee met de bakker, want voor hen is het al jaren de vertrouwde plek voor dagelijks brood en banket. Het is zo'n kleine gemeenschap hier met allemaal zulke lieve mensen. En er behoorden ook de bakker en zijn vrouw behoorden daarbij. Je ziet hier ook voortdurend vanochtend dus mensen rondlopen die in de winkel niet alleen hebben gekocht, maar ook achter de toonbank hebben gestaan. Een 93-jarige, geboren en getogen heer Jansdammer, staat aangeslagen te kijken. Ja, het is erg. En ze hebben de brand meester, maar daar heb hij niks meer aan. De burgemeester komt ook polshoog te nemen en zijn sympathie betuigen. Het enorme impact, bakkerij die 40, 50 jaar hier actief is, vader op zoon. Dus vader is er ook, zoon in de bakkerij, zijn zoon ook, dus het is wel een familiedrama. Over de oorzaak valt nog niet veel te zeggen. De bakkerij is op maandag dicht. Alleen de bakker was wel aanwezig om voorbereidingen te treffen. Of de oven nou oververhit is geraakt, dat weet ik niet, want ik was beneden. Of kortsluiting, één van de twee.
Maar de oven stond helemaal uit. Maar ik heb best dat de oven zelf al wat brandde. Ja, dat weet ik niet. Voorlopig zullen er geen verse broodjes meer gebakken worden in Heerjansdam. Je kunt overal brood kopen, maar ik vind dat je als je op een dorp woont, dat je zeker je eigen bakkerij moet aanprijzen bij iedereen. En dat kan nu helaas niet meer. De tompoezen moeten ergens anders gehaald worden. Jammer. Danny Boom, winnaar van So You Think You Can Dance, die staat vanaf volgende week in een voorstelling van het Scapino Ballet. Maar niet alle dansers kunnen het RTL-programma waarderen. Sommigen wel, sommigen niet. En degene die het hebben gezien, die vonden het, in ieder geval, ze vonden het wel mooi. Alleen soms, ja, ze vinden het een beetje te commercieel voor hun eigenlijk. Maar ja, dat snap ik ook wel. Je hebt twee verschillende werelden dus. En die komen nu samen, dankzij jou? Ja, ik probeer het wel samen te brengen in ieder geval. Dat zometeen, maar eerst een lunchroom, atelier, vergaderruimte en een beleeftuin. En dat alles zonder een cent subsidie. De bewoners van de Dordtse wijk Krabbehof denken het voor elkaar te krijgen. Onder de naam Krabbehoeve starten ze in een leegstaand schoolgebouw een bewonersbedrijf. De tuin hebben de buurtbewoners al voor een groot deel klaar. Hier zijn al heel wat vrije uurtjes in doorgebracht. Maar van alleen een moestuintje kan de schoorsteen niet roken. En vanwege het feit dat we gewoon niet willen draaien en niet kunnen draaien op subsidies, moet het ook gewoon geld gaan opleveren. Dus het eerste wat we gaan openen is een soort horeca, een lunchroom-achtig iets. En de mogelijkheid om vergaderruimtes te verhuren. En buiten willen we gewoon dat mensen hier prettig in de tuin kunnen werken, goed een kopje koffie kunnen drinken. Dus echt een huis voor de buurt. Vandaag hebben de vrijwilligers de sleutel gekregen van dit oude schooltje, dat eigenlijk tegen de vlakte zou gaan. Het grote klussen kan nu dus beginnen. Dus hier hebben we de was de keuken en komt de keuken van de lunchroom. Ook de catering wordt hier natuurlijk verzorgd. We hebben muren doorgebroken om het te verlengen. En hier komt een heel mooi lang werkblad, zodat je met een groep even iets kan klaarmaken, lekker soepen maken of salades, lunches, alles wat. Moet er ook gebeuren, ja. Maar goed, de energie is er. Grote uitdaging is het bewonersbedrijf rendabel maken. Voor het gebouw moet huur worden betaald en ook de kosten van het opknappen moeten terug worden verdiend. Natuurlijk is het spannend. Er is nog wat geld gereserveerd om ook echt de opstart te kunnen maken. Maar het is zeker haalbaar. Ja, dus dat vertrouwen, dat is er. Op 1 september moet de Krabbehoeve de deuren openen. Danny Boom, de winnaar van So You Think You Can Dance, is vandaag begonnen aan zijn repetities bij het Rotterdamse Scapino Ballet. 4 juni moet de voorstelling Twool 16 in de Rotterdamse Schouwburg in première gaan. En vandaag was de eerste kennismaking met de dansers, de kostuums en met choreograaf Ed Wibbe. Het mooie van de voorstellingen is, het is een voorstelling die zowel interessant is voor wat wij noemen de zware gebruikers, mensen die vaak komen kijken, maar ook voor lichte gebruikers, mensen die in kennis maken met dans, omdat het een mix is van makkelijke, toegankelijke en wat moeilijkere stukken en het is allemaal kort. Dus het zit in een soort, ik noem het altijd een choreografische achtbaan. Hè. Het kan je nooit vervelen, want het is kort en het is afwisselend. Elk jaar dus sluit het Rotterdamse Scapino Ballet het seizoen af met een bijzondere voorstelling. De huischoreograaf Ed Wibbe vraagt dan collega's om mee te werken. Maar dit jaar heeft Ed ook de hulp ingeroepen van jazzpianist Michiel Borslap en van So You Think You Can Dance winnaar Danny Boom. Danny had aangegeven en gewonnen dat hij heel graag een keer bij Scapino zou werken. Dat ik van nou, dat is een heel prachtige gelegenheid om uit te nodigen voor Twool. Dat hebben we heel spontaan gedaan. Joh, doe mee. En hij doet in mijn stuk, is hij eigenlijk ingesprongen. Ik was al begonnen. En ik heb dan, heb ik het allemaal aangeleerd. En dan ben ik eigenlijk een beetje ingesprongen zo even tussendoor. Voor Danny was het even wennen tussen de dansers van het Scapino Ballet. Het niveau is beduidend anders dan bij het tv-programma So You Think You Can Dance. Kijk, qua oppakken kan ik alles snel oppikken. En qua techniek moet je nog even een paar, de kneepjes, laat maar zeggen, moet je even weten. En die wist ik nog niet. Danny heeft al eerder meegedaan aan verschillende danstheaterproducties. Bij de première van de theatertour van So You Think You Can Dance in januari moest hij een kwartier voor aanvang worden afgevoerd met een acute blinde darmontsteking. En moest zodoende de première missen. Ik moet nog op controle komen in ieder geval, een paar keer. En dan gaan ze kijken of het nog geopereerd moet worden of niet. Dus... Maar 4 juni komt niet in gevaar? Nee, dat al helemaal niet. Dat heb ik nog even voor zekerheid nagevraagd, want ik wil niet hetzelfde meemaken als bij de theatertour van
of zo je denkt. Dus doe maar niet. Hey, succes. Dank u wel. Bewoners van recreatiewoningen in Goede Reede maken zich grote zorgen om vrijgekomen asbest bij een hotelbrand op hetzelfde complex. De gemeente zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar vrijdag werd de boel plotseling afgezet. Vorige week maandagavond brak de brand uit in het hotel Koningspleistersplaats. Het werd voor een groot deel bewoond door Polen. Bewoners van recreatiewoningen op hetzelfde complex werden geëvacueerd, maar kregen van de brandweer te horen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was. Volgens de bewoners heeft onderzoek uitgewezen dat er gesaneerd moet worden, omdat het terrein vervuild zou zijn met een gevaarlijke vorm van asbest. En tot nu toe weten de bewoners officieel niets. De gemeente wil geen commentaar geven en inmiddels is begonnen met de sloop van het hotel. 12 jonge chefs uit Rotterdam strijden deze zomer om de titel Rotterdams Kooktalent 2014. Vandaag werkten 4 culinaire talenten zich in het zweet tijdens de eerste voorronde om een plaats in de finale te kunnen bemachtigen. De 4 talenten krijgen 20 minuten de tijd om een gerecht te bereiden. Naast dat de smaakpapillen geprikkeld moeten worden, moet elk gerecht een link hebben met Rotterdam. En dat levert bijzondere creaties op, zoals deze culinaire variant op de kapsalon. Gewoon een beetje friet, vlees en salade vond ik te simpel. Dus heb ik er een eigen draai aan gegeven. De competitie wordt georganiseerd door De Buik van Rotterdam. Een online platform met alles over eten in Rotterdam. Ja, Rotterdam is echt een enorm goede stad als het gaat om eten. En we hebben hier van het aantal sterren dat vorig jaar viel, was een kwart in Rotterdam. We hebben een enorme foodcultuur, maar we willen graag zorgen dat het zo blijft. Dus gaan we de chefs die eraan komen een beetje in het zonnetje zetten. Restauranteigenaar Jim de Jong is een van de juryleden. We zijn in de jury redelijk kritisch. Ik hoop dat de jongens zelf ook hun formulieren te zien krijgen straks. Het zijn niet zomaar jongens die zich hebben aangemeld. Het zijn jongens met ambitie. En het zijn jongens die willen wel daadwerkelijk kok worden. Er echt iets in maken. Dus een steuntje in de rug is wel goed op deze leeftijd in dit vak. En als alle talenten hun gerecht hebben gepresenteerd, maakt de jury bekend welk talent doordringt tot de finale. Het is de 21-jarige Frank van Rijsbergen. Hij maakt indruk met zijn tonijn met witte chocolade, yuzu-crème en calamansi-ijs. Je weet toch wel dat je bent altijd ermee bezig, altijd aan het doen. En als het dan ook echt bevestigd wordt op zoiets, dan ja, dat voelt helemaal fantastisch. Ja. De nieuwe Sergio Herman? Ja, nooit een nieuwe Sergio Herman, hè? Altijd Frank van Rijsbergen. En voor de sport staat Frank Stout op de redactie. Frank, een half jaar geleden was hij nog trainer van Excelsior. Maar nu mag Jondal Thomasson alweer op zoek naar een nieuwe werkgever. Ja, Jondal Thomasson is ontslagen als trainer van Roda JC. Nadat hij eerder deze maand al degradeerde met de club uit Kerkrade. Ja, heel zuur voor hem natuurlijk. Hè? Vooral omdat zijn oude club, die Excelsior, juist promoveerde. Ja, de man die Thomasson naar Kerkrade haalde, oud-Excelsior trainer Leon Vlemmings. Ja, die verklaart zich solidair en is niet langer meer de technische man in Limburg. En oké, er wordt vanavond in het Rotterdamse topsportcentrum weer eens een grote boksgala georganiseerd. Wie gaan er allemaal in de ring staan? Nou ja, heel veel boksers natuurlijk. Onder wie 3 Rotterdammers. Don Diego Poeder, hij maakt zijn rentree. De hoofdpartij van de avond wordt gebokst door Steven Danjo. En er is een wedstrijd van het aanstormende talent Giancarlo Liesdek. Dat Giancarlo Liesdek in Rotterdam is, komt niet zo vaak meer voor. Het afgelopen jaar trainde de boksprof vaak in het Amerikaanse Las Vegas. En dit jaar zal hij vooral in Engeland te vinden zijn. Ik ging naar Engeland als voorbereiding voor mijn wedstrijd. Dus ik zou er eigenlijk 3 dagen zitten om te boksen. Gewoon sparringen opzoeken. Omdat in Nederland kan ik het weinig vinden. En na de eerste sparring beviel het ze gelijk. En wouden ze dat ik daar bleef. Zijn partij in Rotterdam is voor publiek, vrienden en familie een mooie gelegenheid om Liesdek in het echt aan het werk te zien. Al zal er 1 iemand ontbreken. Mijn moeder kon niet kijken, die vindt het verschrikkelijk. Ja? Ja, die hoeft het niet te zien. Dat ik geslagen word, dat kan ze niet hebben. Die klappen zou Liesdek dan maandag moeten krijgen van Pierre Dippen. De Duitser heeft al 2 knockouts op zijn naam staan. Maar Liesdek hoopt hem een koekje van eigen deeg te kunnen geven. En wat zit er straks in Sportclub Rijnmond? Nou, er is aandacht voor de uitreiking van Ons Clubje 2014 en verder heel veel wielrennen. Een terugblik op de World Ports Classic en Michael Zeilaert wil iets nieuws beginnen. Dankjewel, Frank Stout.
Dordrecht kijkt terug op een geslaagd Dort in Stoom. Het evenement dat eens in de twee jaar wordt gehouden, trok de afgelopen drie dagen 250.000 bezoekers. In de binnenstad kon het publiek zich als vanouds vergapen aan oude machines die op stoom draaien. Verslaggever Suzanne Mulder ging vroeg uit de veren om de mannen van de stoomwalsen te helpen met wakker worden. Het is nu tegen 7 uur zaterdagochtend en om 9 uur moeten alle machines gewoon klaar zijn om in kolonnen naar het evenemententerrein te rijden. Dus wij gaan gewoon even een paar deelnemertjes wakker maken. Ja. Ja. Nous sommes arrivés hier dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Ik ben om 4 uur opgestaan vanmorgen. En aujourd'hui, je pense que il va y avoir encore d'autres personnes qui vont arriver. Dan gaan we nu opzoeken, want om 9 uur is de planning om te gaan rijden naar de kade toe. Dus je moet er vroeg bij zijn, ja, want voordat je kunt rijden ben je toch een anderhalf uur verder, 2 uur. Dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Er gaan een paar blokjes hout in. Ja, en dan gaan we er een paar kooltjes bij doen en dan gaan we hem rustig aan opstoken en dan moet hij weer wakker worden. En hoe is het met de baas, met het wakker worden? Goed, ik was om 6 uur al wakker, een uur te vroeg. En hoe ver zijn we nu met water? Nou, hij zal wel lauw warm hoor. Dus, waar we een uurtje verder zijn, dan gaan we rijden. Dus. Rookvrije kolen, speciale kolen, omdat we in de stad zitten. Brandersleven. Heeft u er nog wel op lusten? Alles loopt te sjouwen met kolen, met water. Het is super. Ik ben nu met de vetpot, die ga ik vol vet duwen. En dan ga ik de wielen doorsmeren. We moeten nu ongeveer 2 kilometer rijden tot we in een stad zijn, in het centrum. En dan heeft hij toch wat vet nodig. En dan sloopt hij misschien kapot. Hè. Het is inmiddels 8:15. Iedereen loopt te rommelen. En ja, om 9 uur moet de kolonne gevormd worden. Langzaam maar zeker, het gaat best wel lukken hoor. Dort komt op stoom. En we gaan hopen dat we het halen. Ze moeten om 10 uur op het terrein staan, dus... Maar zoals het er nu naar uitziet, komt het al in de hoek. Medaille. Ja. En aan welke collega gaat u deze medaille geven? Want die van u is natuurlijk de mooiste, dat snap ik. Die meneer. Old Smokey. Old Smokey. Nou, die wals die ziet er altijd perfect en gelikt uit. En die beste man die onderhoudt hem ja, als zijn eigen zoon op een bepaalde manier. Ja, het is helemaal goed. Wim, van harte gefeliciteerd met je nummer 1 erkenning. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Alle ingrediënten waren weer aanwezig voor een fantastische dag. Lekker weer, veel publiek, enthousiaste deelnemers en een toffe organisatie. En wat zeggen we dan? Bedankt. Nou, mag je nou ook mee rijden, hè? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl en nog een mooie dag verder.